En zo zal dat er dan moeten uitzien. Karsela voor het eerste. KV Kortrijk nog eens kon winnen op eigen veld tegen Meskroen. En gaat door. Amala kan die iets doen. Controleren. Amala nog. En het doelkader is standaard niet gunstig gezien. Hier gaan we nog eens zien. Uitstekende diepe bal natuurlijk. Nu dan hier even wat moeite. Moet dan iets comfortabeler voetballen zo. Amala heeft vergeten. En hij wijst naar de stip. Ze hebben het zitten bij Kortrijk. De strafschop voor standaard. En gaat ongetwijfeld nog eens gretig neer. Daar gebeurt het. Ja. Lijkt me terechte beslissing. Nu dus de kans voor Amala om zijn ploeg op voorsprong te brengen. Op het half uur. Daar komt hij. Amala. En de doelman Jacob weg naar de verkeerde kant. En dus 1-0 voor standaard. Dat is terecht, dat is verdiend. Gezien het overwicht, gezien de paar kansen die ze al bij elkaar konden voetballen. En Amala. Jacob weg. Moest de hoek kiezen natuurlijk. En het was de verkeerde. Raskin, goed zijn man afgehouden. Raskin krijgt hem nog voor. Heerlijk doelpunt van standaard. Prachtig bij elkaar gevoetbald. Assist van Raskin en de goal van Oulare. Dit is het voetbal dat ze hier willen zien. 2 tegen 0. KV Kortrijk in een minuut of 4-5. Fantastische goal. Meteen voortrekken. En Oulare vindt het niet makkelijk hoor. Zowel de voorzet, dus met risico, als de afwerking. En zelfs Montagnier, de eerste keer dat ze erbij zijn. Een goede prestatie van hun team. Een Boyo nu, een Boyo die heeft tijd, gaat nu knallen en de aansluitingstreffer meteen. De 2-1 van een Boyo, de zee ging open en een Boyo overhoeks binnen getrapt. Weg, clean sheet. Het is geen ramp, het is geen drama voor standaard, maar dit heeft Kortrijk echt wel nodig. Een Boyo kreeg de bal Pardoes voor zijn voeten. Niemand in zijn buurt. Nu dan alle tijd van de wereld om te kijken waar die bal moest komen. Hij lijkte even nog af op Bokadi. Inleveren. Dan wordt het wel moeilijk. Avenatti, waar is de bal? Nog steeds bij Avenatti. Weinig te verliezen natuurlijk. 2-1 of stel 3-1. Maakt het verschil niet. De kopbal. En het leek bijzonder gevaarlijk. Jonkheren, hier gaan we het beter zien. Uitstekende cross. En dan toch een metertje. Het leek een verloren voorzet van Jackson Muleka. De bal viel wat dood. Hier komt de standaard opnieuw. Maken ze het helemaal af? Nee. Jacob weg. KVK. Selemani. En Jackson Muleka, Selemani, Jonkheren, Bodar is eruit. En geen strafschop, maar wel een gele kaart voor Schwalbe. Het is nog niet zeker. Even geduld, want hij gaat kijken. Hij wil het met zijn eigen ogen zien. Een druk overleg met Jasper Vergoten. Wat gaat hij nu beslissen? Ik denk gewoon dat het een doeltrap zal worden. Of een vrije trap. Voilà. Dat heeft toch redelijk lang geduurd, moet ik zeggen. Jonkheren. De Walen. En dan is het afgelopen. Standaard wint met 2-1 van Kortrijk. Ruststand meteen ook de eindstand.